Een hele andere kwestie houdt de politiek en het kabinet bezig. Ja, vandaag is er zelfs een spoeddebat. En dat gaat natuurlijk om die situatie in het Griekse vluchtelingenkamp Moria. Er zijn een aantal branden aan de gang, waardoor het echt flink is afgebrand daar. 13.000 vluchtelingen hebben geen onderdak meer. En de linkse oppositie wil nu dat het kabinet zo snel mogelijk tenminste 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland opneemt. Het was trouwens een motie die al afgelopen juli werd ingediend. En die kan nu dan dus misschien extra snel doorgang vinden. Het kabinet heeft inmiddels aangegeven geen mensen uit het kamp te gaan opnemen. En ook op Twitter wordt er heel veel over geschreven. Opiniemaker Siewert van Linde die zegt bijvoorbeeld: sorry, maar het zijn zelf aangestoken branden waarbij de brandweer gehinderd is in het bluswerk. Dat heeft de Griekse minister van Migratie gezegd. Kortom, deze groep probeert dit soort politieke oproepen te forceren met geweld. Hier moet je nimmer aan willen toegeven. Ik praat er nu over met Madeleine van Torenburg. Zij is Tweede Kamerlid van het CDA. Goedemorgen, mevrouw van Torenburg. Goedemorgen. Ik weet niet of u het goed heeft kunnen horen, maar wat vindt u van de mening van meneer Van Linde, van hetgeen wat hij hierover zegt? Nou, ik vind het heel problematisch wanneer mensen te snel met makkelijke oplossingen komen of oplossingen zo van tafel vegen. We hebben daar te maken met een catastrofale brand. 13.000 mensen zijn op de vlucht. We lossen het niet op door te zeggen: oh, doe maar een paar kinderen naar Nederland. Laat de rest daar maar in kommer en kwel achter. Dat is niet een oplossing. Er moet veel structureler worden gekeken. Hoe zorgen we ervoor dat deze mensen zo snel mogelijk van dat eiland afgaan? Er zitten heel veel gezinnen met hele kleine kinderen. Dat zijn vaak ook de kinderen die je ziet wanneer mensen spreken over vangkinderen op. Het zijn gezinnen met hele kleine kinderen. Die kunnen daar niet blijven. Die moeten zo snel mogelijk naar het vasteland worden overgebracht. En in Europees verband, dat wordt nu ook al wel gedaan, moet er heel snel veel meer hulp komen. Dit is een onmenselijke situatie. Maar u zegt dus wel, er moet hulp komen, maar dat moet wel daar gebeuren. Niet hier in Nederland. Waarom is dat volgens u beter? Nou, wat ik belangrijk vind is dat we zo snel mogelijk weten welke mensen krijgen uiteindelijk toegang tot Europa. En die mensen wil Nederland ook opnemen. Wat een probleem is als je zegt: doe maar een paar jongeren naar Nederland waarvan je niet weet waar ze vandaan komen. Nou, uit de cijfers blijkt ongeveer 80% van deze mensen zal geen status in Europa krijgen. Wat doen we dan? Dan hebben we ze naar Nederland gehaald in de veronderstelling: oh, nu mag ik in Europa blijven. En dan zeg je: je moet weg. En we weten, we krijgen de mensen niet weg. Dat is het probleem. Dus ik wil dat zo snel mogelijk wordt gekeken. Waar zijn die kwetsbare gezinnen? Zijn het kwetsbare gezinnen uit bijvoorbeeld Syrië? Dan vinden ook wij dat deze mensen naar Europa moeten kunnen komen, worden herverdeeld. Want deze mensen redden het wel in onze samenleving. Dus je moet veel sneller, kritischer kijken. Wie heeft onze hulp nu nodig? Niet een paar honderd van een vliegtuigtrap af laten lopen en dan denken: zo, onze pakje is aan, los het daar zelf maar op. Dat is niet een oplossing. Morgen stromen er weer nieuwe kinderen naar de eilanden toe. Er moet een serieuze oplossing komen. En alle kwetsbare mensen die in Europa mogen blijven moeten zo snel mogelijk over de Europese landen worden verdeeld. En er moet een echte oplossing komen voor dat vreselijke eiland. Nou.